There's only one way into Cinderbrick Fort. The hard way. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. The windbags ain't so lucky. The calamity was mercy for normal folks. They've been left to freeze, or starve, or face the kid. Zo, eens even kijken. Ik hoop dat hij het doet. Zo niet, moet ik even geel geven. Of ja, dan hoor je het toch niet. Dus lekker vanzelf. Goedemiddag, morgen. Wat het ook is. Maakt helemaal niet uit. Oh, dat is goed. Oh, dat is goed. Komt ie aan. Zo, kijk eens aan. Dat is toch een stuk beter. Stel dat hij lekt, dus dat moet ik even zeggen. Dan draai ik hem terug. Ooh, a repeater. At least the marshals left the kid a parting gift. I'm a shotgun. Something the windbags just can't handle. Okay, one of the most awesome range weapons as well. Greasy hides. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Het is alleen maar jammer dat je gelijk je bow kwijt bent, want die is nou best wel goed geüpgraded en dan heb je met zo'n shotgun word je net wat minder damage doet. Maar toch is die optimaal voor het level. Veel AOE en Komt goed. En hoe gaat het vandaag allemaal met jullie? The calamity drove the windbags. Weet je een goede donderdag gaan hebben? A lot of them wound up here in this very fort. Jongens, gaan we daar toch aan de kant. Word er ziek van. Word er gek van. Niet slecht. Of een baas naar toe is gegaan. Windbags can't use the marshal supplies. Even kijken. But the kid sure can. We gaan natuurlijk voor de bow, want de bow is lekker goed geupgrade. Dus. He stashes the marshal's prize. Goes back to something more his style. Ook precies met de awesome. Ik vind er nog weinig mee. Windbags.
Cinderbrick gave him enough heat and metal to munch on for a while. But the fort ain't theirs by right. Can't blame him for wanting it, though. Nou, ik kan uitzien dat die stukken toch wel handig geweest zijn. Oude balen. Had die maar wat meer penetration. Dat moet goed zijn. Oh, wat? Wat? So many of those sorry things hold up inside that old fort. Dat is toch te laat? Not a scratch on him as he presses on the higher ground. I know he's safe. Move. En Rick, heb je gisteren vermaakt tijdens streamen? Heb je ook je schema gezien wat Wiki opgezet heb? Sorry als ik een beetje lopen hoesten heb. Een beetje erg verkoud worden. Stash of grenades is there for him if things get even worse. Ah, die little dingen weer. Meer elixir hebben. Dus gaan we zo weer uit. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Jared is playing gone haywire. Windbags gummed up the works. Heel pot verdorie. Kid ain't afraid to get burned. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. The uncles go out with a whimper. Kid takes down Glutus. Or maybe it was Glandon. The other big fella soon joins his brother, wherever they are now. Hmm.
Die scumbags zijn zo fucking irritant, hè. Vreselijk. Nou, het is toch aardig al moeilijke spullen. You used to dream of getting a Marshal's badge, but not like this. Geen idee hoe ze het noemen, maar... Currency. The Skyway is a welcome sight after all that. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrook Fort. Goed. Het is ook echt wel ongelooflijk dat vorige week begon Zelda Marathon. En die dagen die zijn echt veel te hard gegaan. Even since the Ura surrendered to us, the Marshals kept a wary eye on him. The Marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Even kijken. Lost and found at the shrine. Lost and found at the shrine. Shrine with it. Behold the Pantheon. Akobi erbij aanzetten. Akobi. Een pit. The gods never liked competing for people's affections. Ze maken het lekker. Dat is moeilijk. Als het kan. Waarom ook niet? Hard a punch is so zesty. It'll let you carry on through the worst of times. Let's even kijken. Arsenal te pakken met de... muskets. Erbij. Anything survives a musket shot ought to be quick work for that blade. Hammer. Het spul ook zo nasty weer. Regent hier op die hard, dat is niet normaal. We hebben een upgrade voor de hammer niet, maar repeater. Dit is nog wel de beste, gewoon twee blades. Oké, okay, worden het de drie. Machetes are so quick, you gotta keep a good grip on them. War machete. Maar... Squidler. Seems the only thing the Calamity saved for Zolf was a smoke.